de Zwitserse Alpen is het ongewoon warm voor de tijd van het jaar. De sneeuw smelt en dat smeltwater krijgen we hier, via de Rijn en zijn zijrivieren, in zulke overvloed dat op verschillende plaatsen de overlaten in de dijken in werking traden. Vooral in de Achterhoek in de omgeving van Zutphen werden bouw- en weilanden overspoeld. Veel zaai- en pootgoed gaat verloren. Boerderijen en stallen werden bedreigd. En het water stijgt nog met het uur. De Waal bij Nijmegen is zo hoog gestegen dat de kader over grote lengte onder water staat. Men heeft speciale voorzieningen getroffen om te voorkomen dat de benedenstad onderloopt. Zelfs het snelverkeer werd door het water stilgelegd. Wassen de rivier. Kinderen. Het is stormachtig begonnen. Over heel West-Europa raasde de zwaarste storm van de laatste tijd. Er werden windstoten genoteerd van een snelheid van meer dan 160 km per uur. Verscheidene schepen zijn het slachtoffer geworden van dit noodweer. Ongeveer 100 zeelieden verloren het leven. Bij Petten werd een Noords motorschip op de Hondsbossche zeewering geworpen. De 2000 ton metende Frameggen, die in ballast voer, zonder lading dus, liep tijdens hoge zee machineschade op, waardoor het vrachtschip een gewillige prooi van de westerstorm werd. In de zeewering veroorzaakte de scherpe steven een vrij groot gat. Er bestond geen gevaar voor het schip zelf, en dus bleef de bemanning aan boord. Het wippertoestel uit Petten zorgde al spoedig voor de